Milo, eigenlijk mogen we nog niet naar binnen. Gaan we stiekem naar binnen? Ja. Oké. Kom. Kom. Jezus. Stil nou. Ja, zonder beveiliging. Oké, loop door. Kom. Kom. Zeg nou. Hou dat ding niet zo grappig, man. Kan toch niet? Kom. Kom op. Hou. Kijk nou uit. Kijk, hier staat ze te man te kijken. Zie je hem? Ja, kom, loop. Stil nou. Kom, dat ding is te gek. Dat ding is te gek. Kom op. Hé. Wat is dat nou? Hé, stop je nou. Kijk, dat is die koude man. Kijk, het draaien. Kom op. Kom. Hé. Waar zijn ze? Boven. Wat? Nee, stil nou. Let's go, rennen. Rennen. Ze zien ons niet. Rennen. Hé, kom. Ja, we zijn binnen. Wat ga je doen? So back to what I was saying. Could be us. Ja, man. Zes is weer. Ja, mensen. Dag. Ja, mensen. We zijn er vandaag. Pap met een broertje. Ja, wacht. Ga jij nou praten of ga je praten? Jongen. Nou, mensen, vandaag zijn wij. Kijk eens. Ta-da-ta-ta. Ja, dan denken jullie, wat is dit? Maar dit is de Olympische Stadion in Amsterdam. Ja, mensen, we zitten vandaag in Amsterdam. En vandaag zijn wij uitgenodigd door Johan Cruijff Foundation. Er is open dag. Ja, en er zijn allemaal bekendheden vandaag. Er zijn superveel kinderen die gaan sporten. Het wordt kortom, het wordt een toffe, chille dag. Ben je er nog bij of niet? Kijk eens even naar de mensen, Bilo. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Zijn we tijd. Altijd positief tijd. En wat moeten de mensen doen? Abonneren. Jullie moeten abonneren, mensen. Ja. Was dat het? Ja. Gaan we snel naar binnen of niet? Ja? Hallo, gaan we snel naar binnen of niet? Ja. Kom, we gaan. Hoi, hoi. Arrivederci. Wat gaan wij krijgen dan? Ja. Wat hebben we nodig? Wat hebben wij nodig? Shirt. Een shirt, hè? Zonder jouw kruisshirt hebben wij helemaal niks. Regel jij eens even een shirt van ons. Ga je hierin passen? Ja. Oh, netjes. Ja? Ben je hierin? Pas jij erin? Ja, dat moet lukken. Ja? Moet lukken. Wat zeg je dan? Dank je wel. Alsjeblieft, tot zometeen. Doei. Tadaa. Ja, dan moet je even draaien. Ja. En nog een keer draaien. En wat staat hier? Wat staat daar dan? Geen idee. Hè? Geen idee. Wat doe je, geen idee? Je weet toch wel wat staat of niet? Ja. Cruijff Foundation. Ja. Ja. Trouw-eentje. Nee, Cruijff Foundation. Trouw-eentje. Nee, geen trouw-foundation. Cruijff Foundation. Ik je wie er vandaag jarig is. Wijs. Hè? Wijs jarig. Hoe weet jij dat nou? Hey, Wijs is jarig. Dus we moeten hem gaan zoeken. Wijs. Wijs. Waar is hij dan? Waar is Wijs nou? Wijs. Roep eens Wijs. Daar is Wijs. Daar in die witte auto. Wijs. Hier, kom op. Ja. Hey, Wijs. Ja, dat is Wijs. Kom, gaan we hem ophalen. Kom, rennen. Kom op, rennen nou. Wijs, hé, hey, wacht op ons. Wijs. Wacht op ons. Waar is Wijs nou? Wijs. Daar draait hij. Kijk uit, stop. Altijd goed uitkijken. Ja, kom op. Ja, hij kan. Kom op. Hé, hey, Wijs. Ja. Kom op! Ja, jarige Job! Ja, dames en heren! Ja, hij is jarig! Kom eens hier, jongen! Kom eens, alles goed, jongen! Hè? Ah, je ruikt wel lekker, man! Waar is mijn vriend? Waar is hij? Hey! Hebben jullie een shirt? Hey, waar ben je nou, hey? Dilo! Waar is die? Hier is die, Dilo, kijk! Hij stopt je auto in! Hier, kom, Bilo! Ik ben jarig vandaag, vriend. Ja!
Gefeliciteerd. Hij is jarig. Goeiedag. Hey. Alles goed? Hallo. Hi man. Hoi. Ben je er weer bij? Ja. Ja. Super. Gaan we je straks zien? Ja. Leuke auto. Ja, best hè? Ja. Tot ziens. Doei doei. Alles goed bij je? Ja, goed man. Wat ziet er netjes uit, bro? Ja, dankjewel. Hoe kom jullie aan die shit? Ja, broer. Dat zijn alleen voor speciale mensen, hè? Hè? Ja. Eigenlijk waar je ook hier in lopen. Met mij mee? Gaan we naar parkeergarage? Gaan jullie mee? Ja, tuurlijk. Kom, dan gaan we auto parkeren. Ja, kom. Gaan we auto parkeren. Ja. Maar Bilal, jij moet achterin. Nee. Hoe doe je? Wat doe jij nou? Ja, yo, man. We zijn hier nu weer. Oké, waar zijn we nu? Wat gaat er gebeuren? We zijn bij de Johan Cruijff Open Dag. Frans Otte Stadion. Er zal zo meteen een presentatie zijn van... hoe heet onze vriend van RTL4? Humberto Tan. Humberto Tan is er. En daarna zal er ook nog een munt van Cruijff worden geslagen. Dus de Nederlandse bank is hier ook aanwezig. En eigenlijk is de hele dag eigenlijk voor Johan Cruijff open. Dat is één keer per jaar. En dat is dan met name weer hier verderop in het Olympisch Stadion. Oké. Okay. Ik ben benieuwd, man. Ja. Maar ik zou Humberto Tan best wel willen ontmoeten eigenlijk. Gaat ons lukken, Humberto Tan, RTL Late Night, gaan we hem ontmoeten of niet? Gaat het lukken, denk je? Jij wilt hem graag ontmoeten, dat gaat zeker lukken. Denk je? Ja. Oké. We hebben wel wat connecties. Oké. Okay. Nou, gaan we regelen. Staat hij goed? Ja. Ja. Nog één. Kijk, hè. Andersom. Ja. Kijk eens, dames en heren. Wacht eens even. Gaan we even laten zien. Kom eens, Bilal. Laat ze even zien samen. Laat ze kaartjes zien. We zijn alleen voor echte mannen. Echte mannen. Nou. Ja, wil je koffie? Gaan kijken. Oh ja. Wat ga je doen? Jij staat voor de uit. Hey. Hey. Ja. Alles goed? Ja, prima jongen. Ja, we zijn even alles in beeld aanbrengen. Helemaal goed, Tot zo. Veel plezier. Dankjewel. Oh jij. Wat ga je doen, Bilal? Hey, hallo. Nee, ik kan nog meer. Wat doe je nou? Ja, altijd tijd voor een bak koffie. Eén voor jou. Voor jou een ronde. Oh, kijk eens. Wie is dat? Humberto Tan. Huh? Dat is Humberto Tan. Even serieus. Ja. Kijk eens, Bruder. Is van tv. Zie je hem weleens op RTL 4? Goedendag. Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Ik ben weinig zenuwachtig. Maar nu ben ik super zenuwachtig. Kom, Bilal. Ja, klopt. Ik ben echt super zenuwachtig. Wow. Een hele goede dag. Goeiedag. Kijk. Hans. Ja. Ik ben Humberto. Milan. Hallo, Milan. Goeiedag. Zeker, waar is je fotoestel? Beste Humberto. Ja. Ik wil even wat zeggen. Er zijn weinig momenten dat ik echt zenuwachtig ben. Waarom dan? Omdat ik een droom heb. Wat is je droom? En ik word er gewoon bijna emotioneel van. Nee. Maar ik weet zeker dat ik een keer bij je in de show ga komen. Oké. Dat meen ik oprecht. En wat ze kunnen drie dingen betekenen. Ja. Of vanuit Stichting Elk Kind een Bal. Mm-hmm. Of de Ricardo Verheij Foundation. Oké. Of vanuit ons, vanuit het positief vloggen. Dus ik hoop dat je deze gezicht gaat herkennen. Ik ga hem onthouden. Ja. Ik ga hem onthouden. Positief vloggen klinkt goed. Ja toch? Wat is positief vloggen? Nou ja, dat is dus dat je altijd het juiste voorbeeld geeft. Dat er iets positiefs is. Dat altijd leerzaam is. Dus dat aan het einde dat je zoiets hebt van, hé, dat wist ik niet. En ik denk, het is het moeilijkste wat er is. Dat weet ik als geen ander. En ik wil ook vooral laten zien, het syndroom vandaan. Dat ze echt heel veel kunnen en dat ze vooral oprecht zijn. Is dit jouw zoon? Dit is mijn broertje. Oh, je broertje? Dit is mijn broertje. Oh. Dus, en ik heb van Soufiane Touzani, die spreek ik geregeld. En die heeft me heel veel positieve dingen over verteld. Soufiane is top. En het is echt een oprechte kerel. Ja, maar is hij ook. Dus, en hij is ook heel vaak hier ook bij Cruijff natuurlijk. Ja. En Soufiane is, we zeggen, Johan is ook wel heel gek op hem. En hij doet fantastische dingen voor voetbal. Echt voetballiefde. Ja, absoluut. Ja, vind ik mooi hoor. Dus ik vind het echt oprecht tof dat ik er mag staan. Je weet nooit.
Nee, je weet het niet. En nou ja, over een tijdje misschien. Ja. Maar ik volg in ieder geval iedere avond. En wat ik het meest bijzonder vond, is dat je een keer vertelt dat je echt super in de ochtend opstaat, ergens om 4-5 uur. En dan de hele dag doormaakt tot midden in de nacht. En dan thuiskomen. En ik zit hier ook een beetje in die fase. Maar ik krijg het niet thuis doorgedrukt bij mijn vrouw. Ik doe het niet elke dag. Meestal is het... Vannacht ben ik om 1:30 thuis en dan sta ik om vanochtend was ik om 7:30 wakker. Het zit allemaal goed uit. En, ja, zolang het nog maar duurt. ik hoop dat ik nog lang zo blijf. Absoluut, absoluut. Nou, heel veel succes met je carrière. Sorry. En tot snel. Tot snel, hè. Ja, dankjewel. Hey mensen, even serieus. Ja, we zijn al met de dag. Ja, even serieus. Dit is gewoon een droom die uitkomt. Het is gewoon bizar. Dit is gewoon... Het interesseert hem niet zoveel. Bij mij wel. We gaan nu zo beginnen. Alle mensen beginnen binnen te druppelen. Goedendag. Oh, dit was... Jullie 2 uurtjes? Anderhalf uur. Maar wel vol inspiratie. Absoluut. Of niet? Goeie sprekers. Ja, hè? Nou, ja. Nou, die mensen gaan nu allemaal richting het stadion. We gaan lopen. Of niet, Bilal? Ja. Gaan we even kijken. Goeiedag. Hallo. Alles goed? Heel goed. Jij ook? Ja, goed. Hoe was het 1:30 uur? Dit was goed. Ja? Nou, nu gaan we lekker naar het stadion. We gaan race de andere kant ja, op, hè? Succes. Nou, mensen. We zijn hier in het stadion aangekomen. Hè? Iedereen is wel lekker... Oh, sorry. Iedereen is wel lekker bezig. Maar het gaat echt beginnen allemaal, hè? Zeg je? Gaat echt beginnen. Ja. Even serieus. Als je met Bilal bent. Ze zijn gewoon bezig met de open, officieel opening. En hij... Dus ja, ze zijn bezig met openen. Bilal, maar kan toch? Ze zijn bezig met openen. Hè? Ja, je moet eerst gegeten worden. Dus dan maar geen opening meemaken. Wij zijn echt. Heb je niks zin in je jongens of niet? Wel altijd hoor. Hoe heet het? Dit, sorry. Dit heet Brian Vlogs. Was er eentje tegen mij? Nee, ik wil ook wel. Dus weet je, hier nog een. Nee, ik ga ernaast. Lukt het nog een beetje? Of, Ja? Ja, met jullie? Ja, uitstekend. Succes, hè? Ja, hoi, hoi. Succes, jongens en dames. Sorry. Goedendag. Sorry. Sorry allemaal. Excuses. Sorry. Hé? Wie hebben we daar? Dit is Nelly. Echt waar? Mag ik kijken? Stift. Zet geen stift. Straks, ja? Lukt het allemaal nog een beetje? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Oh, ik vind het lekker. Ja, hè? Hey, Bilal. Ja, hè? Humberto, lukt het nog een beetje? Ja. Lukt het nog een beetje? Zo, het is wel echt veel, hè? Ja. Ja. Hey. Hij heeft heel veel geduld, of niet? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben ook aan het vloggen. We hebben nog dezelfde camera's ook nog. Dezelfde camera, wat goed man, met jou. Ja, mooi shirt man. Ja, dankjewel man. Hey, je hebt het niet gekregen, ik heb wel een boek gekregen. Ja, maar die shirt. Maar die heb jij weer niet gekregen. Nee, lekker hoor. En als de mensen jou moeten volgen, waar moeten ze zijn? Oer voetbalvlogs. Oer voetbalvlogs. Ja, en als ze jou willen volgen? Brian Vlogs. Brian Vlogs? Ja, en dat doen we samen met mijn broertje Bilal. Nou, hoe is het? Heel duidelijk valt die om, man. Wat ben je aan het doen? Hey, kom nou, jongens. Jongen. Gaan we even kijken. Kijk eens. Ja, mensen. We gaan eens even zoeken. Wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? Golven. Golven? We zijn aan het golven. En, jullie, en hij moet dan een beetje minister. Ik ken jou.
Volgens mij heb jij vorig jaar een liedje gezongen bij ons. Ja. Kan jij goed zingen? Ja. Volgens mij heb jij het liedje gezongen van Siske de Rang. Weet je nou? Kan jij die zingen of niet? Nee. Nee? Oh, dan ben ik in de war. Kom jij ook golven? Ja, goed. Kom mee. Ik neem je mee. We gaan dadelijk beginnen. Oh jee, Bilal die gaat golven. Bilal is dit? Gele heb ik niet. Die van je me. We gaan hier beginnen, Bilal. Oké, kom maar. Kom maar, ik ga met je mee. We leggen de bal neer. Nou, dames en heren, Bilal gaat proberen. Oh jee. Mag je een beetje bij Eva komen staan? Zo. Even kijken, houden we die vast. Dan gaan we proberen om tegen de gele paal aan te slaan. Kijk uit voor je tanden even. Ja. Ja. En dan komt hij Bilal. Hele mooie, hele mooie. Wow. Kom maar door. Kom maar. Nog een keer tot hij er tegenaan zit. Kijken. Nou, dames en heren. Pas op voor de hindernis. Oh jee. En Bilal, wat doet Bilal? Goed kijken, hè? Goed kijken. En dames en heren, wat doet hij? Hé, hey, tegen die. Kijk, met die zit. Mag ik wel stik zeggen eigenlijk? Ja, of... nou, is officieel is het stok of club. Stok of club? Hé, hey, nou. Je hebt hem geraakt. Ja, 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 live maar. Hey. Ja. Pak hem maar, gaan we naar de volgende. Wow. 3, 2, 1. Hey, ja, Bilal. Je hebt gewonnen! Ja. Nee? Niet zo enthousiast? Oké. Okay. Hij was een beetje te hard eigenlijk. Ja. Kom maar, nog een keer. Wat doet hij nou? Hey. Dat is gek. Hey, dat is gek. Wat is hier nou aan de hand? Goeiedag allemaal. Goeiedag. Wow. Sorry? Hi. Hoi! Ik was even helemaal gefocust op aantekeningen. Sorry hoor. Ik zeg dan, oh. Even Vincent, of dan word je wakker. Zo wakker. Ja. Wie is dat dan? Hey, weet je wie dat is? Geen idee. Ja, ik heb ook geen idee. Ook op het t-shirt? Ja, hij kan keihard voetballen. Hé. Gaan we zo meteen een foto vragen? Was je boekje, Tilo? Lukt het nog een beetje, Galu? Gaat helemaal goed. Ja? Goed bezig. Goed. Ja, zeker. Mooie dag vandaag. Absoluut. Maar hoe voelt dat nou, Galit, al die handtekeningen uitdelen? Geweldig. Ja? Ja. Het is allemaal voor een goed doel. En ik doe het met alle plezier om deze leuke kinderen, positieve kinderen, ook een mooie dag te geven. Dus, en ik word er zelf ook blij van. Dus het is een win-win situatie. Het is een win-win situatie. Top. Ja, ze gaat er boven. Ja. En bevalt het tot nu toe nog? He? Gaat het nog een beetje? Het gaat nog. Ja? Hartslag allemaal in orde? Ja, gaat nog. Nou, jullie horen het. Ja. Hey. Ja? Gaan wij ook boksen of niet? Hé? Dames en heren. Ja, kom maar. Hij maakt helemaal geen kans, joh. Oh jee. Oh, 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 oh. Wat? Wil je naar boven? Ja. Nou, kom, gaan we proberen. Ja, we naar boven. Echt? Even proberen. Dat wil ik zeggen. Goedendag. Hoi. Alles goed? Zeker, zeker met jou. Nou, iets minder, want hij wil naar boven.
Dat kan. Ja, en naar boven. En jij? Ja, nee, ja, ik durf niet. Jawel. Ja, ik ben bang. Ja, maar je sloopt me zo mee. Hé, hey, hallo. Nou, oké, okay, maar gaan we, dan gaan we eerst even staan. Ga even staan. Zo, hé. De kinderen durven wel uit, Bila. Hé, jongens, hoe gaat het? Nou, ik durf niet hoog eigenlijk. Oh. Oh. Ziet er goed uit, hoor. Ja, dat gaat nu, zie je. Genoeg, Bilal. Bilal, ga je genoeg. Ja. Bilal durft wel meer. Nog meer hoger? Ja. Oké, ga nog hoger. Ja, lekker jongens. Mag ik aantekenen? Dit gaat hartstikke goed. Nou, Bilal heeft wel gewonnen. Hij heeft gewonnen. Ja, zeker. Ja, twee handen. Goed zo. Ja hoor. Yay. High five. Yeah. Kom op. Jongen. Ja, lukt dan. Kom op. Nou ja, ik voor mij was het de laatste keer. Hoe was dat? Hoe voel je het? Ja. Niet goed. Is alleen voor echte? Echte mannen. Echte mannen. Hey, yo. Yeah. Alles goed? Ja, zeker. Ja, met mij ook. Ja, wat zie je er vrolijk uit? Ja, ik vind het leuk hier. Ja? Ja? Wat vind je nou leuk? Ja, alles. Vooral. Je bent echt super enthousiast gewoon, hè? Ja, het is mijn eerste keer. Echt? Ja. Nou, high five. Succes, ja. Hè? Ja, dankjewel. High five. Op zijn borst. Ja! Zo, hé. 3-0. Ja, Bilal. 2-1, start, kom. Oh jee, op zijn borst, op zijn borst. Op zijn borst. Hop, hé. Hey. Oh, bijna. Op zijn borst. Hop, auw, 3-1. 3-2-1, start. Kom op, Bilal, op zijn borst. Op zijn borst. Bilal, op zijn borst. Ja! 4-1. Nog één doelpunt. Nou ja, één doelpunt. Eén punt, bedoel ik. 3-2-1, op zijn borst. Op zijn borst. Ja, op zijn borst. Bilal, op zijn borst. Ja. Oh! Je hebt gewonnen, Bilal. Hey. Bilal. Je hebt gewonnen! Geef maar een handje en hey. Je speelt. Vond je het leuk? Hij vond het leuk. Vond hij het leuk? Ja, hij vond het leuk. Hey, want wij zijn echte. Echte mannen. Ja, mannen. Kijk eens, hij kan heel hard rennen. Kijk daar. Moment Ali. Yes. Alles goed? Met jou? Ja, goed. Dit is Bilal. Hey, Bilal. Is goed, man? Ja. Wil je boksen? Nee, hè? Nee, ja. Niet proberen, maar wij zijn net bij de seminar geweest. Ja? En ik heb heel inspirerend verhaal voor je. Oh, thanks, man. Heel bijzonder. Ja, dankjewel. Echt gewoon kippenvel. Ja, dankjewel. En ik wil heel graag, tenminste mijn broertje, heel graag met jou een foto. Ja, zeker. Dus mensen, volg Moment Ali. Heel mooi verhaal. Ja. Moet je even googlen, kan je teruglezen. Moment Ali. Eén van de snelste. Ja. Jan is... In de foto. Mag ik ook een foto? Ja, gaan we samen doen op foto. En Jessica, heeft die op een case? Ja, zeker weten. En omlaag. Mag ik ook een foto tekenen? Ja, tuurlijk liever. Wat is die aan de hand? Ik heb geen idee. Ik moet wel met jou de foto, handtekening en zo. Ik heb geen idee. Oh, doe hem daar. Volgens mij kan deze man onwijs mooi zingen. Hij lacht een beetje. Juist. Mooi. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wat is je eerste indruk hier, Gio? Ja, ik vind het super leuk, man. Dit is mijn eerste keer. Ja? Ja, en ik heb heel lang niet gevoetbald eigenlijk. Misschien moet ik toch maar eens even een keer wat gaan doen. Volgens mij kan je wel een balletje trappen. Want ik krijg al een buikje en zo. Dus, Maar ik moet je eerlijk zeggen, laatst was ik met Brace. Ja. En ik kan mijn balletje trappen. Ja. Je zou het niet zeggen naast de laatste. Nee, want ik ken hem natuurlijk van vroeger. En ik weet wat hij inderdaad wel kan, een beetje kan voetballen. Ja. Maar een beetje. Hij is ook een tik geworden. Dus, ik weet niet wat zijn conditie is, maar volgens mij stonden jullie gewoon stil.
Nee, maar nee, hartstikke leuk. Joh. En ja, de toch? Kinderen, ik kwam binnen en ze vragen aan liedjes van vroeger. Dus ja, ja, ik was dat niet eens van plan om te gaan doen. Maar ik denk dat ik toch wel moet gaan doen. Ja. Maar ben je ambassadeur of nog niet? Of, Nee, ik ben hier via de gebroeders Ferrari. Ze is mijn manager, maar die deden dat vroeger. Dus okay. Echt met Johan Cruijff. En nou ja, ze zijn toen weer gevraagd. Nee, ze doen eigenlijk geen muziek meer. Althans, niet, geen artiesten meer. Dus. Maar je staat wel voor open om ambassadeur te zijn? Natuurlijk sta ik daarvoor open. Lijkt me wel leuk. Lijkt me zeker leuk. Misschien hadden we ook gelijk fit. Huh? Ja toch? Ja toch? Nee, maar ik vind het hartstikke leuk joh. Ik heb ook echt voor, ik weet niet of ik dat mag noemen, maar voor Clinicans heb ik ook echt met gehandicapte kinderen gewerkt. En ja, met ze gesproken, met ze gedanst, met ze gelachen. Dus weet je, ik kom hier binnen en ik zie een dame in een rolstoel en die wordt super gelukkig. En, ja. Weet je, dat is toch een eye-opener altijd. Absoluut, en, absoluut. Dat is dankbaar in ieder geval. Ja, zeker weten. En dat is gewoon een reality check. En ook gewoon dat er gewoon meer is dan dure kleding en whatever. Absoluut, weet je. En ik vind dat niet alleen wij dat moeten zien, maar ik denk dat de hele wereld dat gewoon moet inzien. Dus, goed man. Ja, zo'n dag is zo. Ik denk dat wij gewoon moeten connecten. Wat denken jullie? Ik denk het ook, ik weet het wel zeker. En ik ga je zeker een keer benaderen. Ja, doen. Ja, toch? Ik zeg doen. Ja, man. Thanks man. Succes. Yes. Hand in de lucht, let's go! Hey. Ik voel op in die benzo. Ja toch? Dat ik wel met je zijn vandaag. Trek je haar heel goed. Alles goed? Girl, laat hem vergaan. Jij wil mijn benen zien. Waar zijn die handen? Let's go! In drie, twee, één. Let's go! Ik hoor dat je werkt voor mij. Push. Ik zie alleen maar dit soort blij gezichten. Ja, en medailles, allemaal een medaille verdiend. Ja, nee, dit is echt top. Ja, dat vind ik wel. Dit is een van de mooiste dagen, vind ik, wat organiseren, tenminste, wat jullie organiseren van Jan. Nou ja, dat ben ik met je eens, zeker. Je doet het voor, toch? Goed bezig. Ja. Succes, hè. Luister mensen, dit zijn mensen uit, waar komen jullie vandaan uit? Dordrecht. Dordrecht? Dordrecht. Maar we zitten in Amsterdam. Maakt niet uit, wij komen uit Dordrecht. Ja, ja. Nee, Johan Cruijff. Echt? Ja. Hoe voelen jullie dit vandaag? Echt tof. Ja? Leuk. Tof of gruwelijk? Gruwelijk. Gruwelijk gewoon. Foto met die vent ook dan. Echt? Die Gio of zo, ik weet niet Gio. Waar hij. Ja. Die zanger van ja. Laag. Oh, en zo naar Brian. En zo naar mij en naar deze boys uit Dordrecht. Jij zegt ook uit Dordrecht? Jawel. Jawel. We zijn er weer. Nou, lach zingen en zongen.
Ja, echt fijn. Ja. Ja. Nou mensen, we zitten hier op het podium, hier in het Olympische Stadion. Iedereen gaat nu weg. Helaas komt het te einde. Ik hoop dat jullie het zwaar hebben genoten, dat jullie het leuk vonden, of niet, Milan? Ja. Hè? Volg ons op Instagram, op Snapchat, overal Facebook. Kijk hier beneden voor de link die we doorsturen. Wij gaan het hier afsluiten. En hoop dat je het nogmaals, dat je onwijs top vonden. Alle comments, alle likes, et cetera, alle abonnees, super bedankt. Want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd zero time. Altijd positiviteit, alleen maar liefde. Tot snel en rustig aan. Amsterdam Zuid. Amsterdam Zuid. En zonne Amsterdam Zuid. Allemaal uit Zuid. Hey, sowieso. Wij zien alleen maar liefde mensen. Tot snel. Arrivederci. Later. Vonden jullie het vandaag? Ja, super fantastisch. Ja, serieus? Fantastisch. Top man, hoe stel ik? Positieve energie uit. Het is fantastisch. Goed job. Yes. En hoe vond je het vandaag? Ik vond het geweldig. Ja, echt wel? Ja, ik heb alles verloren, maar ik vond het toch geweldig. En lukt op nou. En hoe vond je het vandaag? Ja, geweldig, ja? Toch? En jij? Ja, heerlijk. Super weer, lekker veel energie. Ik ben blij dat ik bij het seminar mocht zijn en nog eens nog vanmiddag. Ja, en jullie waren de hele dag. Ja, en jullie helemaal vroeg ook al gezien. Ja, dat is top. Jullie waren hard gewerkt. Ja, ja, ja. Goed zo, dan maak ook nooit zo. Hey, super bedankt hè. Hoe is het gegaan vandaag? Hartstikke ja, top. Goed gegaan. Hey, top, yeah. Kijk eens aan, dat is helemaal goed. Kijk, hoe ging het? Ja, top man. Ja? Dat is helemaal geweldig. Super. Goed dat jullie. Hij is super gedaan. Ik heb net naast hem gestaan. Ja, klopt. Hij heeft de hele tijd gedanst. Goed zo, man. We hebben gedanst. Hij ging alleen niet met zijn handen uit zijn zakken. Is het goed gegaan vandaag? Ja, zeker. Helemaal top? Helemaal top. Helemaal naar je zin? Helemaal naar mijn zin. Kijk, dat horen we graag. Sport en gezondheid. Goed gegaan vandaag? Yes, naar je zin gehad? Perfect, helemaal. Kijk eens aan, dat is top. En we hebben hier de laatste. Hoe is het gegaan vandaag? Helemaal goed. Helemaal naar je zin gehad? Super dag. Nou, kijk eens aan. Dank jullie allemaal. Gelukkig. Ja, alles goed gaan. Kijk eens aan. En, naar je zin gehad? Kijk eens aan, box. Ja. Naar je zin gehad? Ging goed? Kijk. Ja, Bilal. Iedereen heeft hartstikke naar zin gehad, volgens mij. Hè? Goed gegaan? Ja, man. Ja, super, box. Naar je zin gehad? Kijk. Ja, het is goed gegaan. Ja, ik heb heel veel spullen gevonden. Ik heb het echt gevonden. Eerste klasse. Jeetje. Oh, kijk eens. Hey, kijk eens aan. Hey, Amsterdam Zuid, hè? Ja. Dat is eigenlijk wel de laatste knuffel hier om het dag mooi af te knijpen. Super bedankt. Top gedaan weer. We zijn waarschijnlijk weer hartstikke moe. Tot de volgende keer vanuit Amsterdam. Alleen maar liefde. Arrivederci.